onze Lissy kwam er niet meer. Ja, wat het idee is, we beginnen onder en boven allebei met een introductiebord. Ja. Dus dat zie je, dat staat mooi gemixt. Het is Younes en die is ook voor Younes. En die is dan weer voor Alou en die is ook voor Alou. En Jaël, jij hangt daar. Volgens mij zijn we, moeten we dit binnen een uurtje. Ja, hè, dat denk ik ook. In dit team. Ja? Ja? En je moet even kijken of je. Waar zit Hanna? Doe even open. We lopen al. Nou, super dat jullie kunnen helpen hoor. Dat is wel echt fijn. Dat is gezellig. Daar komt er nog een aanval. Ja, daar. Hoi. Trouwens. Hoi. Hallo. Je bent wel kijken. Wat jullie zo meteen gaan zien, voor de mensen die het nog niet hebben gezien, de tentoonstelling, dat is een presentatie waarin die 15 jongeren laten zien hoe gemixt hun families en hun vrienden zijn. Want we zijn al maandenlang bezig en nou, jullie hebben prachtige dingen gemaakt op school. We hebben onder begeleiding van gastdocenten. Hebben jullie geschreven? Hebben jullie met fotografie gewerkt? En hebben jullie over identiteit gepraat? En vandaag gaan jullie de directeuren interviewen. En ik moet niet vergeten, afgelopen woensdag, toen zijn een aantal van jullie zijn hier geweest, helemaal speciaal op de vrije woensdagmiddag. Hoera! En die zijn helemaal speciaal gekomen om hier de tentoonstelling zelf in te richten. Dus dat is ook nog eens in samenwerking met jullie gedaan. Als jullie er even voor kan komen, want die mag nog wel genoemd worden als, ik zal maar zeggen, voorvrouw van het hele gebeuren. En voor jou is het ook interessant. Dit is iets om op te hangen. En ik noem het maar eventjes het erecertificaat. En een herinnering die jullie hopelijk lang nog in school kunnen ophangen. Heeft de koningin deze schaar ook gebruikt bij de opening. Nou, en eer aan de directeur van het Eibergcollege om het lint door te knippen. En als dat gebeurd is, dan is de tentoonstelling officieel geopend. Daar heb ik altijd van genieten. Ook eens een keer ergens een lintje mocht doen. Maar dat het in het Amsterdamse Historisch Museum zou zijn, dat had ik nooit kunnen denken. Ja, ergens in het midden eigenlijk. Nou, ik open bij deze de fantastische expositie van onze leerlingen, hè? Woehoe! Heel erg bedankt en de tentoonstelling is geopend. Klein vorm. Ja. Zie je nou blauwe roep? Ja.